één jaar geleden. Ik voelde me dun, zwak en ik wilde mijn lichaam veranderen. En dit is nu. Zelfde plek, zelfde belichting en 11 kilo zwaarder. Dit is hoe ik het heb gedaan. Ik eet momenteel echt alles wat ik kan. Maar ik kom gewoon niet aan. Vanaf het moment dat ik voor de eerste keer de sportschool inging, had ik één doel voor ogen. Aankomen. Ik begon met trainen, ik werd sterker, ik ging meer eten. En het ging oprecht goed. Ik werd zwaarder. Nederland gaat op slot. Vanaf morgen sluiten de sportscholen, dus alle binnensportlocaties. Ik was weer terug bij het begin. En vanaf dat moment wist ik dat ik deze transformatievideo ging maken. Ik wilde over exact een jaar op dezelfde plek staan, met een beter fysiek, sterker en misschien wel het belangrijkste, ik wilde mezelf niet teleurstellen. Goed, het is dag 1. Laten we eens een nulpunt gaan doen en kijken hoe zwaar ik ben. Okay, we beginnen met een gewicht van 64,9 kilogram. Ik ga ook kijken hoe sterk ik ben, maar daarvoor moeten we eigenlijk even naar de sportschool. En ik ga mijn kracht meten aan de hand van de bench press, 60 kilo, de squat, 80 kilo, en de deadlift, 105 kilo. En mijn doel is om aan het einde van deze transformatie een stuk sterker te zijn, de gespierden uitzien en 10 kilo zwaarder te wegen. Moet te doen zijn, toch? Als ik zo door blijf gaan, gaat dat 10 kilo aankomen, moet ik echt nooit lukken. Maar ook gaan we de Brink Sally Up Challenge doen op dag 1 en aan het einde van de transformatie. What the fuck? Is dat een wesp? We gaan in ieder geval de Brink Sally Up Challenge doen. Elke keer als je up hoort, moet je naar boven en elke keer als je down hoort, moet je naar beneden. En dat moet je dus zo lang mogelijk volhouden. Oh, nee. Dat kan nog wel verbeterd worden. Maar goed, waar moet ik beginnen en hoe moet ik in godsnaam deze dingen laten groeien? Weet je, laten we eens gewoon op het internet gaan kijken. Oké, er staat hier inname van eiwit, de motivatie, herstel, de lichaamsinname en voedingssupplementen. Laten wij het maar gaan houden bij de basis. Dus mijn training. Ik begon met een 3 keer per week full body hier in de gym. Dat betekent dat ik 3 keer per week elke spiergroep in mijn lichaam train. En ik focuste me vooral op de compound oefeningen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de bench, de squat, de deadlift, dips, pull-ups. Maar ook bijvoorbeeld gewoon push-ups. En misschien wel het belangrijkste van mijn transformatie is mijn dieet. En ik wilde graag aankomen. En in het begin deed ik dat gewoon puur door meer te gaan eten. Alleen dat bracht later wel wat problemen met zich mee. Ik merkte dat ik de spieren die ik verloren was door het lockdown eigenlijk weer een beetje terug aan het krijgen was. Ik was hier echt wel super tevreden met mijn resultaten. Ik voelde me sterker, ik was zwaarder en het ging gewoon goed. Maar een week later ontstond er wel een klein probleempje. Ik krijg zojuist dus de uitslag binnen en ik ben positief. Ik heb corona. Ik heb fucking corona. En dat betekende dus ook weer 14 dagen uit mijn ritme, weinig eten. En ik was ook bang dat ik al mijn progressie weg ging verliezen. Maar alles behalve. Ik kwam in quarantaine en ik had meer motivatie dan ooit. En mijn doelen waren veranderd. Ik wilde sterker worden en daarom ging ik me focussen op het powerliften. Dus daarom was het ook tijd voor een nieuw schema. Goed, ik ben ondertussen dus gestopt met full body. En ik ga nu 4 keer in de week naar de sportschool. Ik train 2 keer per week mijn bovenlichaam en de andere 2 keer train ik mijn benen. En het ging ook goed, want hierdoor had ik meer tijd om mijn benen te trainen. Want ja, we willen niet aan het einde van de transformatie een groot bovenlichaam hebben met van die skinny beentjes eronder. Maar iets wat nog niet zo goed ging, was het aankomen. Ik had al verwacht dat ik iets meer zou aankomen dan 2,5 kilo. Ik denk wel dat ik wat aan mijn eten moet gaan veranderen. Ik besloot om 3 dagen lang al mijn eten bij te houden via deze app. En het resultaat? Ik eet dus gemiddeld nu 3000 calorieën per dag. Ik hier staat droog opbouwen en aankomen. En ik zit zelfs nog onder het droog opbouwen. Eten is echt letterlijk het enige wat ik momenteel kut vind. Alles gaat goed, kracht, ik vind het leuk. 3,3000 calorieën per dag. Een nieuw plan. Voor die 3,3000 calorieën moeten we meer calorierijk voedsel gaan eten. Denk je bij aan pindakaas met kaas, veel calorieën en eiwitten en makkelijk weg te eten. Daarnaast ga ik ook nog een bulkshakes maken. Want ik vind het veel makkelijker om veel calorieën te drinken dan te eten. Ik heb hem nog niet geproefd. Ik merk wel, het is wel echt heel erg dik. Ja, smaakt eigenlijk best oké. En natuurlijk gewoon nog mijn gezonde ontbijtje, avondeten. En vergeet niet, de soep komt kwark voordat je naar bed gaat. Door die extra calorieën die ik at, merkte ik ook dat het beter ging in de sportschool. En het was voor mij een gewoonte geworden om meer te gaan eten. Elke dag in de pauze 6 boterhammetjes met pindakaas, kaas, kipfilet en chocoladepasta. En zelfs als ik eerste uur vrij had, stond ik eerder op om naar de sportschool te gaan. En het harde werken resulteerde ook wel in een beter fysiek. Ik krijg zojuist een melding op mijn mobiel, want het is namelijk dag 90 van mijn transformatie. We gaan nu zien of we op de goede manier bezig zijn en dat we zo door kunnen gaan of dat we misschien wat moeten veranderen. We gaan kijken naar mijn kracht, fysiek en gewicht. Oh ja, en jullie kennen vast van dit soort filmpjes in de gym. En dit wilde ik niet, dus daarom nam ik wat vrienden mee die konden spotten. En ja, ook filmen. Welke is voor inzoomen? De grote of de kleine? Doe maar niet. Oh, het is de grote. Lekker. Mijn bench op dag 1 was 60 kilo. En na 90 dagen gaan trainen was het veranderd naar 85 kilo. Dat betekent 25 kilo erbij op. Echt niet normaal. Mijn squat op dag 1 was 80 kilo en op dag 90 100. Mijn deadlift op dag 1 was 105 en na 90 dagen op 130 kilo. Goed in mijn gewicht. En dit was wel een van de belangrijkste dingen voor mij, wat soms ook niet helemaal goed ging. Maar op dag 1 woog ik 65,2 en op dag 90 72,9 kilogram. Dat is echt wel een stukje zwaarder dan zo'n week geleden, joh. Laten we eens gaan kijken naar mijn fysiek. En dit is ook enorm de goede kant op gegaan. Je ziet dat mijn chest een stuk groter is, armen zijn voller, mijn schouders iets ronder en de grootste verandering zie je nog in mijn rug.
Kortom, ik maakte voldoende progressie, dus ik kon gewoon doortrainen op deze manier. Maar hoe zit het eigenlijk met mijn conditie? Stap je mee? Wedstrijdje tussen mij en jou, oké? Okay? Die snelste deze 100 meter sprint rent, oké? Okay? Krijgt een wasje. Hij wil dat wasje wel, let op, hè. Oké, okay, jongens, dan gaan we in 3, 2, 1. Grote voorsprong, Luna die pakt aan. Snappy zit nog een beetje op de achtergrond, maar helaas. Snappy, als laatste. En op het moment dat het natuurlijk weer goed ging en ik veel progressie maakte, moest het natuurlijk weer fout gaan. Ik kneuste mijn pols. En dit kwam echt op het meest kutste moment uit wat je maar kan verzinnen. Het was namelijk de laatste dag voor de zomervakantie. Oh ja, en het kwam trouwens omdat deze spierbonk hier op mijn pols belandde in een stormbaan. Kon hij ook niks aan doen, hoor, maar. Maar goed, één ding wist ik wel zeker. Ik wilde niet opnieuw al mijn progressie en mijn vakantie verpesten door mijn fucking pols. En daarom besloot ik om oplossingen te zoeken waardoor ik sneller kon herstellen. En één zo'n oplossing was de Wim Hof methode. En dat betekent elke ochtend koud gaan douchen. Want het zal namelijk goed zijn voor je immuunsysteem, je pijnbestrijding, ook om sneller te herstellen. Je zou me voor gek kunnen verklaren wat ik totaal begreep, maar dit was wel oprecht iets wat mij toen heeft geholpen. Het ging dus weer een stuk beter met mijn pols, maar ik had dus wel een tijdje niet kunnen sporten. En ik had in één keer een nieuw doel voor ogen. Die 100 kilo kunnen benchen nog op mijn 16e. En op het internet kwam ik een aantal tips tegen, waaronder het archen. En dit is iets wat mij enorm heeft geholpen. Ik ga Tycho deze techniek leren om te kijken of het ook bij hem werkt. Oké, Tycho's PR hiervoor was dus 85 kilo. En wat ik Tycho hier uitlegde is dat je moest gaan archen. Trek je schouderbladen enorm naar elkaar toe en je zet je voeten sterk en plat op de grond. En dan druk je je lichaam naar achter terwijl je schouderbladen op dezelfde plek blijven liggen. Op die manier komt je chest meer omhoog en haal je ook deels kracht uit je benen. Oké, daar gaat hij. 90 kilo PR. Ja goed, de techniek ging echt totaal weg, maar 90 is wel half gelukt of zo. Maar even één ding serieus, zet je techniek altijd boven gewicht, want kijk dit, de kans op blessures is gewoon hoog. En toen was het dag 182, de helft van deze transformatie. Maar het raarste was eigenlijk dat ik dacht dat ik helemaal geen progressie had gemaakt. In deze week zou eigenlijk ook mijn 3 maanden transformatie online komen. En dit is het begin van mijn 90 dagen body transformatie. Maar die heb ik nooit geüpload, want ja, corona, sportscholen. Ik zeg eerlijk, het is gewoon echt fucking boer zit dat die sportscholen weer opnieuw. Ik heb dat jaar ook gewoon best wel veel gehad dat ik gewoon tegen wat gehouden zonder dat ik de ISA kon doen. Toen mijn pols was gekneusd. De tweede keer dat de fucking sportscholen weer opnieuw dichtgaan. Ik heb zelf trouwens ook gewoon corona gekregen. Uiteindelijk was ik weer een tijdje niet naar de sportschool geweest en vond ik mijn progressie niet goed genoeg voor een 90 dagen transformatievideo. Maar toch had ik wel op deze dag mijn fysiek gefilmd. Zo'n 2 weken later opende ik deze bestanden op mijn computer. En ik zette voor de gein de beelden van dag 1 en van dag 182 naast elkaar. En eigenlijk had ik op dat moment in één keer zo'n besefmomentje. Het is eigenlijk niet normaal hoeveel progressie ik heb geboekt. Ik ben gespierder, ik ben zwaarder, ik ben sterker. En dit was letterlijk alles wat ik wou op dag 1. Omdat ik mezelf dus dag op dag op dag in de spiegel zie, dan ga je geen progressie zien. En daarom wil ik ook echt iedereen aanraden die begint met sporten, om op dag 1 gewoon een fysiek foto of video te maken. Want ook al denk je soms dat je helemaal geen progressie boekt, het gebeurt echt wel. We gaan voor die deadlift weer vandaag. Gaat langzaam de goede kant op. Goed, vandaag 100 kilo bench. En vanaf het moment dat we voor de eerste keer de spots ingingen, hadden we het al over. Ooit op een dag gaan we die 100 kilo benchen. Ik heb nog 11 dagen te gaan en dan word ik 17, dus hopelijk is vandaag die dag. Het is nu 90, meestal bij 90 voel ik wel of het de PR wordt of niet. Ik heb dus mijn grootste doel qua krachtbehaal. Maar je stopt het niet, want ik ging me namelijk ook meer focussen op het calisthenics. Krachttraining met je eigen lichaamsgewicht. Oké, ik ga kijken of ik gewoon een complete workout die ik thuis kan doen, nu op mijn eigen lichaamsgewicht. En waarschijnlijk wat de bekendste oefening is de push-up. Want stel je begint met sporten, dan is echt zo'n abonnement van 30 euro per maand van gym best wel veel. Terwijl je in principe ook heel goed kan trainen puur op eigen lichaamsgewicht. Ik zeg je, ik voel mijn chest behoorlijk branden nu, hoor. En nog een goede oefening zijn pull-ups. Maar hier heb ik dus ook mijn eerste muscle-up geleerd. Die stang is er dus letterlijk nu gewoon uit. Dus nu moeten we gewoon ons vasthouden aan het dak. Ik ben benieuwd of ik aan het dak een muscle-up kan. Laten we eens gewoon proberen. Dit is best wel moeilijk. Normaal kun je met de stang heel makkelijk jezelf zo erop gooien. Maar deze is zo breed, dus je houdt je ook zo aan die tak vast. Ja, let's go! Maar goed, we moeten benen natuurlijk niet skippen. Dus we moeten ook nog wat lunches gaan doen. Oh ja, en de e-been squat, dat is ook wel een lastig, hoor. Soort van? Zeg je, ik ben al best wel kapot van al die push-ups en pull-ups. Ja, 75,3 kilogram. Dus oprecht het zwaarste wat ik ooit ben geweest in mijn leven. We hebben nu dus nog 3 maanden te gaan tot die 1 jaar. In principe heb ik eigenlijk al mijn doel al gehaald. Ik ben 10 kilo zwaarder. Mijn kracht is een stuk sterker geworden. En mijn fysiek is beter. Dus we gaan het een stukje moeilijker maken. Ik schuif mijn kracht volledig aan de kant. En ik ga me de laatste dagen alleen focussen op mijn fysiek. Want we hebben niet alleen veel spiermassa. Maar dan is dat laatste laagje vet ook weg. Dus iets minder gaan eten.
Wel leg day vandaag, dus deze hebben we wel nodig. Ik ga jou de muscle play, oké? Kan niet. Oh ja, heel simpel. Pak toch weer de dikste elastiek die er bestaat. Gaat vandaag nog leuk, oké? Okay? Ja, ik denk als je nog elastiek pakt, gaat het wel gaat lukken. Ah, eigenlijk nog elastiek, dat kan ook niet. Ja, ik ga helemaal uitlaten. Kom op. Heb je. Kom op. Ja, het is gelukt. We gaan weer opnieuw de Brinks Jelly Up Challenge proberen. Ik heb hem op dag 1 ook gehaald. Toen deed ik 1 minuut 5, dus het moet wel wat langer lukken nu. Wel 35 seconden langer dan dag 1, maar het is veel te moeilijk dit, jongen. Maar het is vandaag dus het officiële einde van mijn transformatie. 392 dagen geleden begon ik hier achter me op deze plek. Het heeft dus al iets langer dan een jaar geduurd. Ik ben oprecht gewoon een beetje zenuwachtig of zo, man. Let's go! Maar goed, mijn doelen op dag 1 was dus sterker worden, zwaarder worden en gespierder worden. Laten we gaan kijken of ik deze doel heb gehaald. Goed, mijn kracht en mijn deadlift op dag 1 was dus 105 kilo. En vandaag de dag zit ik op 190 kilo. Dat betekent dat ik 85 kilo sterker ben met mijn deadlift. Niet normaal. Mijn bench op dag 1 was 60 kilo. En ik zit vandaag de dag op 107,5 kilogram. Ik heb het helaas niet gefilmd. Wel de 100 kilo, maar wel geloofwaardig toch, die 7,5 kilo de bob. Oké, mijn squat op dag 1 was 80 kilo. En ik zit nu op een gewicht van 130 kilo. Dat betekent ook maar 50 kilo sterker bij mijn squat. Echt bizar. Kortom, ja, gewoon gehaald. Ik kan niks anders zeggen, toch? Ik word er oprecht gewoon blij van. Dan gaan we mijn gewicht. Iets meer dan een jaar geleden begon ik hier op dezelfde plek. En toen woog ik 65 kilo. Laten we kijken hoe zwaar ik ben. 73,8. Dus afgerond 74 kilo. Een stukje lichter dan 3 maanden geleden, maar dat is precies de bedoeling. Want ik ga ervan uit dat het alleen maar vet is wat ik ben afgevallen. En als dat echt waar zou zijn, dan ben ik wel benieuwd hoe ik met mijn fysiek ervoor sta. Op dag 1 voelde ik me skinny, licht, zwak en ik was een beetje onzeker. En dit is vandaag de dag. Ik ben oprecht fucking hyped hiervan, jongen. Let's go! Goed, ik ben echt meer dan ook echt meer tevreden met mijn resultaten. Ik heb al mijn doelen gehaald. En ik hoop dat ik jullie ook een beetje heb kunnen motiveren. Al wil je gespierder worden, al wil je lichaam veranderen, begin vandaag nog. Je kan beginnen met push-ups, pull-ups. Gewoon beter op je eten letten, doe er alles aan. En ik denk dat dit wel het echte bewijs is dat het gewoon mogelijk is. Succes!